Ja, ik moet eerlijk zeggen dat het wel heel, heel goed gaat. Ik merk het aan de streams en aan de plays op Spotify. Dat het echt heel erg aanspreekt. En dat mensen weer toe zijn aan feest. Dus ik denk dat ik weer een leuke hit te pakken heb. Ja. Nou, ik zal je eerlijk vertellen. Er zouden eigenlijk 4 paters en ik als 5e pater meedoen. Maar die laatste pater die moest helaas op de dag zelf afzeggen. Maar ik had dus 5 brillen in totaal. 5 groene brillen. Ja, dat is, er zijn een paar dingen die wel op mijn verlanglijstje staan. Ik zou het heel leuk vinden om in Beste Zangers een keer te zitten. En niet dat ik zo'n beste zanger ben, maar ik ben wel een entertainer, denk ik. En ik denk dat ik daar wel mijn plekje kan vinden. Aan de andere kant zou ik ook het slimste mens wel eens een keer willen doen. Want dat vind ik ook wel een heel leuk programma, waar ik graag naar mag kijken. En ik hoor altijd bij mij thuis van, daar moet jij ook een keer aan meedoen, want je weet alles. Nou, dan zul je zien, doe ik er straks een keer aan mee, leg ik er gewoon met de eerste ronde uit, weet je wel. Ja, je hebt geen optredens waardoor je in het land gewoon niet zichtbaar bent. Dus dan moet je zien dat je op televisie een beetje zichtbaar blijft. En dat hebben we gedaan en dat is redelijk goed gelukt. De vraag die niemand durft te stellen. Ja, nou, ik neem de witte. De vraag die hier staat is, stel dat je een paar miljoen euro zou verdienen. Zou je dan stoppen met muziek en andere dingen gaan doen? En als je zou stoppen, wat zou je dan gaan doen? Als ik een paar miljoen zou hebben, dan denk ik dat ik weinig anders zou doen dan wat ik nu doe. Ik zou zeker niet stoppen met muziek. Ik zou dat echt als mijn roeping houden en gewoon ook hele leuke dingen mee gaan doen. Maar ik denk ook dat ik, als ik nou wel wat anders zou gaan doen, dan zou ik fotograferen. Hele leuke hobby vinden om dat wat meer uit te gaan bouwen. Radio NL.